De Vereniging Binnenlandse Houtproducenten heeft gisteren een gesprek gehad met president Chandrika Prasad Santokhi. Eerder deze week hebben ontevreden houtverwerkers de weg naar Langatabiki bij kilometer 4 gebarricadeerd. Ze waren boos vanwege de instructies die de PG heeft gegeven aan de directie van SBB om alle houtkapactiviteiten in het gebied onmiddellijk stop te zetten. Het Openbaar Ministerie wil dat SBB alle overtredingen op de wet Bosbeheer en Bostoezicht in kaart brengt. Umberto Sacco, voorzitter van de Vereniging Binnenland Houtproducenten, afdeling Marowijnen, zegt dat de houtverwerkers illegaal het werk deden. Echter hebben zij een generaal pardon gehad van de bevoegde instanties. Deze is ingegaan op 24 april 2022 en zal gelden tot 24 april 2023. Zodat we dan in de legaliteit zouden kunnen gaan, begrijpt u? En wat schetst ons een verbazing, als we na 3 weken een brief krijgen dat we onmiddellijk moeten stoppen, terwijl we op dat moment er iets geïnvesteerd hadden, begrijp je? Men moet nagaan dat een skidder $45.000 tot $75.000 kost. En als je dan in de problemen of zo'n machine hebt gekocht, binnen 2 maanden, 3 maanden kom je echt niet klaar hoor. Oké? En nu zitten we in de schulden. Dus we hebben een gesprek gehad met de president, de vicepresident. We zijn ook blij hoor, dat ze ons hebben uitgenodigd. En ik mag niet jokken. Het is een vruchtbaar gesprek geweest. We hebben onze punten op tafel gelegd. En hij heeft ook gezegd, hij zal dat doorspelen. Niet gezegd, maar hij gaat doorspelen met de procureur-generaal. Zodat we dan toch in de legaliteit kunnen komen. In de tijd dat ze ons nog geven. Paul Abiting, voorzitter van de Vereniging Binnenlandse Houtproducenten, zegt dat tijdens het gesprek met de president er voorstellen zijn gedaan, zodat de houtproducenten toch een bestaan kunnen hebben. Volgens hem zijn dat werkbare voorstellen. President, we hebben hem gevraagd. Hij heeft zijn woord gegeven. Liever gisteren dan morgen gaat hij de opdracht geven, zodat we weer kunnen werken. Dus anytime krijgen we antwoord van hem. Zo zijn we dan vredig uit elkaar gehaald. Maar als er niks gebeurt, dan kom ik de machine unufessie en de Mauero sting met spoed in dit land. Luister, we werken in het bos, we willen niet naar Paramaribo komen. We een liter brandstof naar 25 SRD. Dat is mijn pina in a kondere. Dat heeft me de ina boosie pemka ukuwaan fissie. Me de ina boosie pemka dringwaan kriki watera. Zij het jaar mee kon doen een foto. Natuurlijk, want of u nu het aan een foto, die moet gaan scoren, dat zijn we in de stad. Abiting gelooft dat de president spoedig een oplossing zal brengen in de situatie. Hij gelooft dat houtverwerkers geen goede voortbestaan kunnen creëren in de stad, omdat ze hun werk in het bos gewend zijn.